Hallo, fijne dag, mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Anno 2070. In deze aflevering gaan wij weer verder met het wetenschapseiland hier opbouwen. En ze moeten nog steeds carbon produceren, maar dat vergeet ik telkens om te doen. Vanwege redenen of zo. En ze hebben ook geen kolen en shit. Een andere reden waarom het niet functioneert. Vooral omdat er geen olie is. Verwerkte olie tenminste, ruwe olie. Die kunnen ze zelf niet eens produceren. En ik heb trouwens iets gevonden wat super chill is. Dan moet ik wel even dit schip dat hier staat hier naartoe brengen. Naar de Ark van Jaina, dacht ik hoe ze heette. Maakt niet uit, Jaina. En dan kunnen wij dus items kopen. En wat ik hier dus heb, is de Instant Oil Disperser. En dat zorgt er dus voor dat alle olie die dus hier ligt, dat we dat kunnen opruimen. En dat is mooi, want dan kunnen we tenminste hier weer de productiviteit een beetje omhoog gooien met de distilleries en zo. En overigens kunnen we ook bij Harkon volgens mij rijstzaad kopen. En als we dat dan gewoon op dit eiland pleuren, want hier was nog één fertility, die was er niet, dacht ik. Kunnen we daar zelf ook wel gaan produceren. Dus dat scheelt ook op zich wel weer. En dat is hartstikke mooi. Wordt dit trouwens ondertussen wel gewoon, hoe heet het, geproduceerd olie? Inderdaad, hier we hebben 3 ton gewone olie. Verwerkte olie hele dan. Of weet niet, er staat olie, maakt mij niet uit. Die, als het goed is, had deze moeten meenemen. Of is er een ander schip die ik daarvoor gebruikt heb? Ik zal even kijken. Dat was training route 5. Training route 5 die pikt inderdaad dat hier op, dacht ik. Of waar pikt hij dat op dan trouwens allemaal? Ja, op Quaint pikt hij dat dus op. Oh, oké, dat is mooi. Is dat schip er ondertussen al op route 5? Welk schip gebruiken we trouwens voor de Noordburg? Waar is die trouwens? Is dat hem? Dat is het Noordburg inderdaad. Dan hebben we ook nog een ander handelsschip dat telkens heen en weer gaat. Dat is deze, de Merlin, dacht ik. Hoe heet deze shit? Training route 5. Waar kan die training route 5? Huh, dat klopt toch niet? Oh, shit. Nee, was niet de bedoeling. Jij gaat niet tot die trainingroute zitten. Dan gebruiken we zeker één trainingroute, hebben we nu geen schip op. Oh ja, wel de Pioneer. Hebben we nog wel een schip over of zo die we niet gebruiken? Huh? Ik weet niet, nee, wat daar is aan de hand. Maar goed, we gaan even focussen op wat op handen is. En dat is namelijk dat oliedisperser kopen. Ja, deze wil ik hebben. Dankjewel, dan kunnen we eventjes... Ja, is goed, dan kopen we die. Gaan we even kijken wat ze nog meer verkoopt. Kan je ook andere shit geven? Ja, die Durmweed hebben we al in het oliedisperser. Wat is deze? Fruit seeds hebben we niet echt nodig, Durmweed. Nee... nu betalen we haar dus telkens geld. Zitten we onder 3000 credits dat zij dus andere shit gaat aanbieden. En ik weet niet of dat telkens omhoog gaat. Nee, dat valt best mee. Dat is mooi. Dus even kijken. Ik zou graag van haar dus die rijstzaad willen hebben. Maar die wil ze me blijkbaar niet geven momenteel. En nou ja, we gaan weer even wachten tot we weer genoeg centjes hebben. Want anders hebben we zometeen redelijke problemen. Want we maken niet echt heel veel winst meer. Dus dat is een beetje jammer. Ik kan dus even weer wat huisjes neerpleuren bij deze steden hier. Om ervoor te zorgen dat er toch even wat mensen hier komen. En dat die me allemaal centjes geven omdat ze hier wonen. Want belastingen en zo en huur en dat soort shit. Ze huren praktisch een gebouw van mij volgens mij. Want ik ben in principe een groot bedrijf. Ik werk voor grotere bedrijven. Dus dat is het allemaal. Ja, ze zijn momenteel niet tevreden. Dat kan ik me voorstellen. Want ze hebben momenteel hun alcoholtjes niet. Niet hun... Daar worden ze niet blij van. Waar is dat schip trouwens? Heb ik die weer teruggestuurd? Waar is dat fucking commandoschip? Die ik... ik weet niet, waar is hij? Oh, hier zo. Mooi. Dan gaat hij dus eventjes dit activeren en dan ruimt hij alle olie op. Hartstikke mooi. Dan gaat hier de fertility van min 551 naar hoger. Ik weet niet hoeveel, maar het wordt beter. Laten we daarop hopen. Is er ondertussen al fucking olie hier afgeleverd überhaupt al? Ja. En kolen hebben we hier, maar waarom wordt het dan hier niet naartoe gebracht? Naar die carbon factory? What? Dit is best wel raar. Waarom wordt het daar niet naartoe gebracht? Dat is best wel pittig vreemd. We hebben genoeg olie, we hebben genoeg kolen. Waarom wordt het daar dan niet afgeleverd? Fucking raar. There are no goods to be collected. Ik weet het, maar er zijn wel goods om naartoe gebracht te worden. En daar heeft de game dus niet echt zin in. Of zo. Of waar ligt dat aan überhaupt al? Wat is het probleem hier? Waarom wil het niet produceren? Is het omdat ze geen drink hebben of zo? Dat nodig is? Dat zou toch wel zomaar kunnen. Eens even kijken bij de tekst. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Wat is het probleem? Oilrig. Je kunt alleen neerzetten als... iets anders ervoor hebben. Maar eens even kijken. Lab assistance. Ja, waarom produceren ze dan geen carbon? What the fuck? We hebben de grondstoffen ervoor. Wat is het probleem dan? Fuckie. Deze kan ik begrijpen waarom deze niks heeft. Deze produceert gewoon geen... We hebben al maximaal aantal vis hier volgens mij. Dus die doet het gewoon niet. Moeten we een ander warehouse inzetten? Als dat zo is. Dat vind ik helemaal best hoor. Als die gewoon een depot inzetten. Maar dan moet hij wel functioneren. Oh kijk, nu is hij vooral naar zo'n rood dingetje. Dus het lag misschien aan omdat het dus gewoon... Ja, niet hier naartoe gebracht werd ofzo, of dat er geen depot in de buurt was. Maar dat maakt niet uit. Er wordt nu gewoon carbon geproduceerd, hoop ik. De kolen zijn er. Nu wordt ook nog eens de olie afgeleverd. En dan kunnen we mooi carbon gaan produceren. Wat het is, weet ik in principe niet. Ja, carbon. Maar het ziet er een soort beetje uit als een soort... Ja, ik weet niet. Een fiber? Iets of een soort stof? Ik weet niet. Dat is aan de hand. Production halted. Wow, we hebben zelfs gewoon te veel staal geproduceerd. Holy shit, we zitten op 270 ton staal. Wat moeten we ermee? Wat moeten we ermee aan? Holy shit. We kunnen op zich wel gaan verkopen, maar dat zou een beetje zonde zijn, dus dat doen we niet. En er is nog heel veel ijzer over dat we niet gebruiken, blijkbaar.
Maar eens even kijken. Wat gaan we voor de rest eigenlijk bij dit stadje doen? Want ik heb het gevoel alsof we dingen missen. Even kijken. Ja, die drinks die worden als het goed is binnenkort hersteld weer. Deze gebouwen, zijn deze nog tevreden? Nee, want ze missen een deel van hun food en van hun drinks. En we hebben wel genoeg hamburgers, want daar zaten we ook eventjes in de penari mee eerder. Dat we niet genoeg hamburgers hadden. We hebben ook niet zo heel veel rijst meer, maar die productie komt binnenkort weer op gang, dus dat is mooi. Waar staan die hamburgers ook alweer? Dat staat onder Function Foods. En die staan hier ergens, dacht ik. Die staan hier zeker weet tussen, maar ik kan ze even niet vinden. Je hebt, we hebben hier de meat, we hebben hier de soepflevel. Waar staat die hier tussen, die hamburgers? Dat het niveau 3 voer is. Nee, dat is nou jammer. Waar de fuck staat er dan? Oh, hier staat het. Oh, we hebben nog 8 ton convenience food. En waar ligt dat aan? Nou, het ligt niet aan de superflavor, daar hebben we genoeg van. Het ligt vooral aan vlees dat we een aardig tekort hebben. Dat zou ook dus moeten betekenen dat we meer pigsties moeten inzetten. Zijn deze mensen nog wel tevreden? Ja, redelijk. Ze krijgen sushi binnen en vis en wat en thee. Of wat ze ook mogen drinken, zo het zien thee inderdaad. Dan kunnen we ondertussen wel zeggen van, hey, ga lekker upgraden. Dat ga ik gewoon doen. Ik ga gewoon zeggen tegen de meeste mensen, ga maar leuk upgraden, doe wat je wilt. Maar valt het mij niet meer lastig. Zolang ze mij gewoon belasting en huurcentjes geven, dan komt alles helemaal goed. Maar even kijken, carbon. Zijn ze dat ondertussen aan het produceren? Op productiviteit zit deze al 40%. Oké. Okay. Het was om die upgrade die we vorige week ook hadden, dat de gebouwen beter produceren, of is dat ondertussen al weg? Ah, zo is hij nou weer weg. Dat is een beetje jammer. Maar eens even kijken. Hoe is dat trouwens met deze mensen? Waren die nog wel tevreden met hun... Nee, deze. Die lifestyle of zo? Ja, daar zijn ze nog wel redelijk tevreden mee. Ze hebben nog genoeg plastics daarvoor. Dat is mooi. Willen deze mensen niet upgraden omdat ze te veel belastingcentjes betalen? Want dat is natuurlijk vrij logisch dat dat is. Maar als het drinken zich weer herstelt, dan zou dat wel opgelost moeten worden. En eens even kijken. De olie hier is dus voor het overgrote deel weggehaald. Zitten nu op min 51 eco-balance. Dus dat is evengoed nog niet super goed. Maar de productie gaat in ieder geval wel omhoog. Want het zit nu op 86... 86 ik kan echt niet praten gewoon. Nee, 98%, godverdomme. En dat is op zich wel redelijk goed. Nu kunnen wij op zich hier zo wel weer... wat kunnen we hier doen überhaupt? Ja, we kunnen ons er even meer van de distilleries neerzetten. Dat we nog meer alcoholmol binnenkrijgen. Want ik weet niet of we hier nu weer een voorraadje alcoholmol hebben. Of is dat niet zo? Even kijken, waar is dit warehouse? Eens even kijken, dat staat hier tussen... Niet echt, nog niet echt. Dat is wel een beetje jammer. Maar als het goed is, wordt het binnenkort opgelost. Zoals ik al zei, dan gaan we hier gewoon wel eventjes meer alcoholproductie doen. Waar wordt eigenlijk die durmwheat voor gebruikt? Ik heb eigenlijk waar geen idee waar we die voor gebruiken, die durmwheat. Maar we hebben hier ook gewoon een gigantisch volle opslag staan. Want we gebruiken het niet voor een of ander voedsel. Want het is wel gewoon, ja, voedsel, maar het wordt nergens voor gebruikt, heb ik het idee. Dus even kijken, waar staat die durmwheat überhaupt al? Nou, het was vast wel ergens voor gebruikt, maar ik weet niet wat. Ik kan even niet zo gauw weten wat. Misschien bij... Voer of zo, van die, bij die rijke mensen, dat die dat iets voor gebruiken. Ja, we kunnen ze voor pasta's gebruiken. Oh, en deze mensen eisen participation. Laten we dat gewoon even doen, want daar worden ze ook op zich wel blij van. Maar waar staat dat? Dat staat hier tussen. Dan moeten we dus een Congress Center neerzetten. En die kost... oh, maar min 50. Dat valt best mee. Dus een Congress Center moeten we hier neerzetten. En dan worden alle mensen hier zo blij. Maar dan moet het wel ergens passen in de stad. En dan verbijden gewoon een stel van deze huisjes. Maakt me niet zo heel veel uit. Waarschijnlijk wel die inwoners die er wonen, maakt dat het uit. Want ik sloop gewoon het dak boven hun hoofd. Gaan ze maar lekker ergens anders wonen. Die mensen hier zo, die moeten blij zijn. Want dan gaan ze meer belastingcentjes betalen en shit. En we kunnen op zich ook wel, wat hebben ze hier nodig? Kiwi food of zo, weet ik veel wat van die fruitdrankjes. Maar die, dat moeten we daar is dus fruitfertility voor hebben. Dat hebben we niet. En voor food, dat hebben we pasta dishes. Ik weet niet wat ze daarvoor nodig hebben. Wat hebben ze nog voor pasta dishes? Fruit en groente. Groente worden hier wel geproduceerd. En durmwheat komt binnen. Dus als we hier gewoon een flour meal neerzetten. Of op dat andere eiland. Dan kunnen we dus pasta dishes maken. En dan worden ze op zich ook wel blij van. En waarom heb ik zoveel schulden? Ja, heel veel building meter. Dus dat is wel duidelijk. Maar is het omdat hun gewoon niet een belastingcentje betalen? Of is dat omdat die gebouwen niet vol zitten? Oh, ik zie het al. Er komen niet echt mensen mijn stenen meer binnen. Omdat ik mijn belasting zo hoog heb gepleurd. Oh, oké, okay, dat is dan niet zo heel gek. Dus dan kan ik beter gewoon even de belasting omlaag gooien. Want dan komen eventjes weer de mensen die gebouwen in. Anders vinden ze belasting te hoog. Oh, oké, okay, ja, dat verklaart wel wat. Hopelijk komen nu veel mensen, want nu is het belastingniveau redelijk. Het is wel hoog, maar niet super hoog meer. Of het is gewoon omdat die drink satisfaction nog niet echt heel hoog ligt ofzo. Hopelijk wordt dat zo meteen gefixt. Eens even kijken. Zijn ze voor carbon en wien ondertussen al? Dat is voor mij al een redelijk aantal. Of niet echt, even kijken. Waar staat dat carbon trouwens? Oh, het is dus wetenschapdingen. Oh, oké, okay, we hebben 5 ton carbon, dat is mooi. Deze 100% productiviteit is ook goed om te zien. En wat hadden we trouwens van ook, die carbon? Niet de offshore defense, maar volgens mij de submarine base. Die hier ergens moet staan. Of staat die hier tussen? Submarine base. Ja, daar hadden we 8 ton van deze shit nodig. 8 ton carbon.
Even kijken, dan gaan we dus eventjes nog een nieuwe carbonfabriek neerzetten. Want we hebben toch minder grondstoffen om dat te doen. Dat zie ik idee. Twee carbonfabrieken. En hoeveel heeft deze nu al? Ik weet niet, hoeveel zitten we? 6 ton. Ja, de productie mag opgeschroefd worden. Maar oké, hier gaat dus de productiviteit ging dus weer omhoog. Omdat dat verbeterd werd. We gaan dus hier zo'n flauwmeel neerzetten. Bij de grain farm, zodat wij zometeen pasta dishes kunnen maken voor onze eco's. Dan worden die er blij van. Hebben we nog andere fertilities hier trouwens? We hebben hier durmwheat en rice. Oké, dat zijn de enige twee fertilities die we hier dus kunnen hebben. Dus ik vind het wel best. Dus gaan we hier flourmeal neerzetten, maar dat kan dus blijkbaar niet. Hè, waarom niet? Moet het op het water staan? Ik denk dat het inderdaad op het water moet staan trouwens. Want je hebt water nodig om rijst te maken. Of water nodig om pasta te maken. Dus dat zal het wel zijn. Ah, kijk eens aan. Daar ligt het dus aan. Moet ik even checken of een van mijn handelsschepen toevallig wel die shit meenemen. Die durmwheat vanaf het andere eiland. Ik denk het niet. Maar ik zal even moeten kijken. Waar staat dat ook weer? Dat is dan zeker onze eerste training route die we hadden. Het is echt wel een heel zwak schip die dat telkens doet. Oh nee, die neemt dus wel de durmwheat heen en weer mee. Dat is mooi. En of we durmwheat hebben hier, zitten we al aan de max. Want het werd hier voorheen niet gebruikt, dus dat zal wel. Dus even kijken. Oh nee, het is nu aan het afnemen. Hoe kan dat nou? Waar gebruiken we het anders dan voor? Ik zou het eventjes niet weten waar we die durmwheat voor gebruiken. Vast niet voor dit hier, of wel? Voor de meat factory, of misschien voor die... Flavor Labs? Nee, ook niet. Die hebben alleen maar groenten nodig en dat hadden ze gebouwd al, dus daar ligt het niet aan. Dat is mooi. Nou kijk, mijn belastingcentjes nemen alweer toe, mijn balance, dus dat is mooi. Maar dat geeft echt heel veel uit aan building maintenance. Trouwens, kunnen we dat hier niet een beetje oplossen ofzo? Wat verkoopt deze man trouwens? Pulse Bomb EM. Oh, oké, ik weet niet wat dat doet, maar dat is dus een soort wapen. Wat is er aan de hand? Ik heb een quest erbij gekregen. Examine the research facilities for roof restoring using the scout drone and board your ship. Oh, is dat zo? Zijn er een stel van die fucking labs gezonken ergens? Oh, we moeten allemaal dingen gaan scannen. Oké. Oké, interessant. Ik wist niet eens dat ik die missie van Jan had gekregen. Maar blijkbaar zijn hier dus laboratoria die gewoon verdwenen zijn vanwege redenen. Oh, moet je kijken. Mooie kwalletjes. Mooie kwalletjes. Zitten we wel bij de goede? Nee. Oké, er zit hier dus ergens dat onderzoekslab. Op de bodem, denk ik. Maar ja, ondertussen hebben we denk ik wel genoeg carbon om de submarine base te bouwen. Dus laten we even kijken. Die staat hier dus. Submarine base, nice. Gaan we die neerzetten en dan kunnen we onderzeeboot gaan bouwen. Nice. Zoals de Duitsers zeggen, U-boten. Dus dat kunnen we ook gewoon neerzetten. Of hebben we niet genoeg grondstoffen ervoor opeens? Want ik kan hem nergens neerzetten. Moet hij gewoon... Mag hij niet op de kust staan? Is dat het? Dat zou best wel kunnen. Oh nee, hier kan hij gewoon mooi naast. Nice. Dan hebben we nog daarvoor 30 ton carbon voor één onderzeeboot. Jesus Christ. Mate, dat is best wel veel. We moeten gewoon even wachten dat we 30 ton carbon hebben. Kunnen we niet gewoon toevallig van deze pik carbon kopen of zo? Koopt die carbon? Niet echt. Hij verkoopt kerosine, koper, microchips. Alle dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, die verkoopt hij. Interessant. Laten we trouwens gewoon even het eilandje hier uitbreiden. Want dan krijgen we ook gewoon deze belastingcentjes binnen. Drinks. Wat hebben we daarvoor nodig? Functional drinks. Daarvoor hebben ze nodig. Oh ja, daar heb je suiker en cafeïne voor nodig. We kunnen alleen maar koffie produceren hier. En dan geen suiker. Zelfs minder. Kak. Ik weet niet of we überhaupt al suiker kunnen produceren. Of waar we überhaupt suiker kunnen produceren. Dus hebben we even daar fertility voor nodig. Misschien verkoopt deze man wel suikerzaadjes voor mij. Nee, dat doet hij niet. Verdomme nou. Misschien die Jana verkoopt wel suikerzaadjes voor mij. Of produceert er wel ergens suiker? Of misschien een ander eiland waar we suiker op produceren dat we hebben? Neon. Oh, dat meen je niet. Daar kunnen we suiker produceren. Oké, dat had ik niet verwacht op dat eiland. Nou ja, maakt niet uit. Als de kans er is, dan pakken we die gewoon. Hé, wat is dit voor eiland? Dit eiland heb ik nog nooit eerder gezien. Wat is hier nou weer aan de hand? Behalve een stel oude ruïne die gewoon alles vervuilen, of niet? Nou, gewoon wat oude ruïnes zo te zien. Moeten we hier wat mee doen of zo? Als we hier misschien iets neerzetten dat dat iets regelt? Heel veel afvalpijlen zo te zien die de Eagle Balance een beetje verneuken. Maar voor de rest... ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het eilandje gewoon maar zo laat. Daar gaan we dus niks mee doen. Maar we moeten dus hier eventjes op Iron Gate, of hoe heet het, Neon. Dan moeten we dus gewoon suiker gaan produceren. Interesting. We hebben daar de grondstoffen ervoor, dus dat is mooi. High levels of pollution. Ja, ik weet het. Oh, wauw. De pollution hier is echt slecht. Hoe de fuck kan dat? Holy shit, man. Nou, dit moet trouwens weg. Waar komt dat allemaal door dan? Komt dat door... Ja, niet door de Danium, maar door deze zeker. Oh, die doet gewoon min 200. Wauw, dat is echt extreem veel. Ja, dat is natuurlijk een nucleaire reactor die een beetje... Hij lekt ook gewoon de rivier in. Holy shit. Als we nu geen half gemuteerde vismensen krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat is best ziek. Ik lach gewoon om, maar dat is eigenlijk niet zo goed. Want dan gaat de productiviteit gewoon extreem omlaag van mijn boerderijtjes hier. Dus dat is wel wat minder. Maar ja, we gaan even stel van deze weer bouwen. Er kunnen maar 4 gebouwd worden, jammer genoeg. Hier ook maar 6. Maar ja, we krijgen in ieder geval suiker erdoor. Productiviteit, lowers productivity to 41%. Ja, daar heb je het al. Verdomme. Ja, we kunnen hier op zich wel shit neerzetten waardoor het allemaal beter wordt, de eco-balance. Maar dat is best wel duur en dergelijke om te doen. Dus even kijken.
zat ook bij de Tycoons. Ik weet niet wat voor materiaal er ook weer even nodig hebben voor zo'n de-acidification station. Even kijken. Oh, we hebben er genoeg zelfs voor. Nice. Dan gaan we die neerzetten. De vraag is, waar gaan we die neerzetten? Hier zo. Want hoeveel verbetert dat? Eens even kijken. Oh, plus 90 de ecobans. Dat is mooi, maar dan hebben we gigantisch stroomtekort hier. Dus dan gooi je gewoon nog even een extra kolenmijn neer. Ik weet dat het niet echt goed is voor het milieu of zo, maar het is gewoon eventjes nodig. We kunnen nog geen kernreactor neerzetten, dus dat is best wel jammer. Maar hoeveel vervuilt deze dan? Al maar min 15, dus dat is op zich nog wel overzien. Maar we hebben niet genoeg stoffen hiervoor, dat is een beetje jammer. Dus even kijken, waar is mijn commando ship? Want die moet ik hier ergens gelaten hebben. Oh, daar is hij. Oké, nice. Dan gaat hij dus eventjes terug naar Iron Gate of Green Acres. En dan gaat hij hier dus de spulletjes ophalen en dan brengt hij die hier af. En dan kan hij die verification station of wat hadden we ook weer voor nodig. Oh ja, de kolenmijn of de coal power station, die kan dan maximaal kolen produceren en shit. De productiviteit is nu nog maar 5%, omdat we dus gewoon nog stroomtekort hebben. En dat schiet dus niet heel erg op. Ondertussen kunnen we op dit eiland trouwens wel de koffie gaan produceren. Moeten we even kijken, deze, en dan staat er natuurlijk bij deze shit. We in principe maken dus energy drink. Ah, zieke shit. En dat hebben we dus gewoon nodig, vanwege redenen. Ik weet niet welke. Ja, ik weet het. Het is niet zo heel goed, de eco-balance hier. Ik weet niet wat de eco-balance zo verneukt hier. Maar dat moeten we even uitzoeken. Missile parts, die doen we in 75. Dat verklaart dus nog niet alles. Er moeten nog ergens anders missile parts liggen. Oh ja, dat verklaart wel wat. Oké. Interesting. Laten we eens even kijken. We gaan eens eventjes wat meer huisjes neerzetten voor de wetenschappers. Want dan kunnen we zo meteen deze neerzetten. De laboratory. En die is echt super mooi. Wat moesten we trouwens doen voor deze missie hier zo? Teutonica. Oh, dan moesten we 200 energie produceren. Oké. Oh, dat ga ik denk doen met Marine Current Power Stations. Want die doen plus 25. En we hadden 50 nodig of zo. Dan hebben we ongeveer 8 van deze dingen nodig. En dan hebben we dus hopelijk genoeg om... dan kunnen we verder gaan met de missie. Ik denk niet dat we dat deze aflevering redden om achter hun dingen neer te zetten. Want ik weet niet hoeveel carbon we ondertussen hebben. Want we hadden natuurlijk nodig voor onze onderzeeboot. Hebben we ondertussen genoeg? Nee, we hadden 30 nodig. Godverdomme. En hoeveel hebben we er ondertussen al? Er staat dus natuurlijk tekstaf. 12. Holy fuck. Best wel veel. Staat trouwens voor productiviteit van deze gebouw. Zit allemaal op 100. Hebben we nog uw grondstoffen om de draaiende te houden? Want ze hadden kolen en dergelijke nodig. Ja, het gaat wel goed. Ik denk als we zelfs nog gewoon eentje neerzetten, dat we dan nog even wel genoeg hebben. Oh my god, energietekort. Why? Waarom doe je me dit aan? Eens even kijken. Nou, dan gaan we hier op een andere manier energie produceren, namelijk windmolens. Kijken, waar staat die fucking windmolens? Oh, die staat natuurlijk hier zo. Eens even kijken. Hoeveel de stroom deze trouwens erbij? Plus 15. Ja, dan gaan we natuurlijk allemaal nooit niet plus of een positief aantal stroom hebben van 200 met die windmolens alleen. En we maken trouwens verlies, dus dat is eventjes wat minder. Ook omdat, overigens, is het hier omdat hier deze huis niet wil upgraden of zo? Oh wauw, ze hebben helemaal geen drank meer. Hoe kan dat nou weer? Waarom hebben deze mensen totaal geen drank meer? What the fuck? Dat is best raar. Oh, ha, ik had het per ongeluk uitgezet. Ja, oké. Dat ik gewoon gezegd heb van nee, jullie mogen geen alcohol meer consumeren. Ja, daar word je niet zo blij van. Dat kan ik me voorstellen. Maar eens even kijken. Hebben we nog wel genoeg drank? Ja, 9 ton is niet zo heel veel. Maar we moeten het er maar mee doen. Staat hier gewoon ook veel drank opgeslagen? Ook niet echt. Ik denk dat we hier dus eventjes van weer zo'n drankgeval moeten neerzetten. Hoe heet zo'n ding? Distillery. We staan hier natuurlijk tussen... Oh nee, ik zit telkens bij de verkeerde. Ik zit telkens bij de Ecos, maar ik moet de Tycoons hebben natuurlijk. Want die zijn enige die alcohol kunnen produceren. Maar eens even kijken. Deze moet ik hebben. Dan gaan we hier dus eventjes meer alcohol produceren. Had ziek idee. We zullen nog wel eentje neerzetten en dan weten we dat we in ieder geval genoeg hebben. Misschien wordt ook gewoon alle alcohol niet opgehaald die we wel produceren. Dat kan natuurlijk gewoon liggen aan het feit dat... Dat het niet snel genoeg opgepikt wordt. Maar dus, daar lijkt het momenteel niet op. Wat valt trouwens deze ding op milieu? Ja, min 2. Is niet zo heel nice, maar we moeten het er maar gewoon mee doen. Eens even kijken. Wat ging ik hier ook weer doen? Oh ja, huisjes neerzetten. Dat moest ik doen. Kijken. Hadden we trouwens wel genoeg grondstoffen daarvoor? Voor die lab assistant huisjes? Die assistants domicile, zoals ze hier heten. Gaan we blokken van 6 weer maken, want die zijn het nice, vind ik. Alleen we hebben niet genoeg bouwmaterialen. Dat is nou een beetje jammer. Niet genoeg building modules. Waar is trouwens mijn commandoschip? Die had ik hier naartoe gestuurd om shit op te halen. En we hebben een achievement gekregen. De arms race. Oké, leuk. Wat doet dat, die achievement? Produce weapons. Oké, nice. Dat deden we al een tijdje. Maakt mij niet zo heel veel uit of zo. Maar, interessant. Kijk, we gaan even heel wat building modules meenemen. En heel wat tools. Oh, dat kan niet. Omdat we die dus allemaal vol hebben. Dat concrete kan terug. Oh, wat ziek idee. Nou, dan gaan we dat dus allemaal afleveren. Hier zo onder andere, want dan konden we daar dus zo'n kolencentrale bouwen. En dan gaan we de rest afleveren bij het wetenschapseiland hier zo. Dus even kijken. Weet je wat, ik ga gewoon de aflevering wat langer maken en ik ga door totdat wij de onderzeeboot hebben.
Dat zou nice zijn. Hebben we nog ergens stroomtekort? Oh, hier nog steeds op neon inderdaad. Wat staat er als vorm van de suikerproductie? Hebben we überhaupt al suiker geproduceerd of dat nog niet? Even kijken, hebben wij suikerproductie? Niet echt zo te zien. Ja, het gebeurt wel, maar het wordt momenteel niet echt opgehaald, dus dat is een beetje jammer. Ja, ik weet het. Demand and Road Connection. Tectonica. Oh, ha! Anders komen ze daar natuurlijk niet. Ze moeten wel aan de weg vastzitten, anders gaan ze verlaten. Ja, begrijpelijk dat ze daar niet zo blij van worden. Oh shit, ik doe wel maar rare dingen met de wegen, dat is niet de bedoeling. Ja, er moeten hier dus nog twee huisjes komen als we dus 150 lab assistants hebben. Dan hebben wij dus genoeg voor, want hoeveel maximaal kunnen we nu? 135, oké, dan moeten dus ongeveer twee huisjes erbij, want, oh nee, meer. Even kijken, ongeveer vijf of drie huisjes erbij en dan hebben we genoeg. Mooi. Dan hebben we genoeg lab assistants om het laboratorium te bouwen. En die zorgt ervoor dat ze tenminste wat te doen hebben en dan gaan we dan ook waarschijnlijk meer belastingcentjes betalen. Over belastingcentjes gesproken, het gaat nog steeds niet echt super goed hier ofzo. Waarom neemt het nou niet toe met belastingcentjes? Dat er steeds iets satisfied is met al dat drank en dergelijke, dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Oh, ik heb natuurlijk ook hier aangezet dat we dat gedaan hebben. Dat ze niet snel willen groeien. Satisfied need for information, reduce upgrade cost and reduce population growth period. Nee, we doen gewoon de gewone Global Trust, we look after you. Dat is het gewoon een programma, want dan gaan ze hopelijk wel gewoon een beetje groeien, die huisjes. Dat zijn ze ondertussen al aan het doen. Waarom willen ze dan niet upgraden? Oh, en dat zal niet helemaal tevreden zijn. Begrijpelijk, begrijpelijk. Omdat ze nog niet genoeg alcohol hebben, want we hebben nog maar 7 ton alcohol staat hier. 6 of maximum of... Ja, inderdaad, we hebben dus nog meer alcohol nodig. Maar ja, want we waren natuurlijk bezig hier aan het produceren op dit eilandje. Wat meer, dus dat is mooi. Wordt het ondertussen trouwens allemaal opgehaald, dat alcohol van de distilleries of niet? Nou, dat kan wel sneller, dus dan gaan we deze even upgraden. Had ziek idee. Dan wordt het even allemaal sneller opgehaald. Dat is dus ook gewoon een groot probleem. Het logistiek liep niet zo heel lekker. Dus even kijken, hebben we ondertussen genoeg voor een onderzeeboot? Even kijken, staat die hier zo? Nee, we hebben zelfs te veel bijna building mergers voor. Hoeveel carbon zitten we ondertussen al? Oh, nog 1 ton carbon en hebben we genoeg. Dus even kijken. Hier gingen we dus een stel van 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gewoon genoeg tools. En de overige brengen we hier gewoon. Deze commando schip dat trouwens weer terug naar Green Acres. Om daar eventjes weer wat building modules op te halen. En wat hier nog quests openstaan, dat weet ik. Ja, ik weet het. We hebben nog quests openstaan, dat hoef je mij niet te vertellen. En dan... Waarom hebben we deze Munitions Factory überhaupt nog? Ach, wat, die mag van mij gewoon lekker produceren, maakt mij het uit. Oké, dan hebben we hier dus genoeg om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Maar zelfs een beetje als China. We gooien gewoon overal nergens kolencentrales open. En dat boeit ons helemaal geen fuck. Dat is een ziek idee. Oké, dan hopelijk komt hier weer genoeg elektriciteit. Want ik weet niet hoeveel zo'n ding maximaal kan produceren. Oh, 6000, dat is op zich wel mooi. Of 6000, wat? Ja, misschien 6000 megawatt. Maar 60 units of energy, dat bedoel ik dus. Oké, gaat dit eiland nog wel lekker? Zo te zien wel. We hebben hier nog steeds een of andere vuige missie openstaan die we niet kunnen completen. Additional Advantage Quest. Ja, die quests hebben we ondertussen niet meer staan. Dus ik weet niet helemaal wat ze daarmee bedoelen, maar dat maakt mij niet uit. Wat zijn er weer? Nieuwsfilters. Oh, dat zijn filters. Oh, oké. Leuk. Hartstikke leuk. Is mijn commando ship alweer aan teruggaan of is hij er ondertussen al? Laten we daar eens kijken. Trading Route 4. Welke trading route is dat überhaupt al? Deze. Hij hoeft alleen maar staal op te pikken en terug te brengen. Oh ja, maar we hebben hier natuurlijk al maximaal aantal staal geproduceerd. Dat is het probleem. Ik zie het al. Dat kan hier dus niet meer opgeslagen worden. Oké, nou dan zetten we deze gewoon even een gebouw op inactief. Gebruik tot de staal niet meer. Of we gaan staal verkopen. Ik denk dat het op zich wel een goed idee is om inkomsten binnen te krijgen. Nice, laten we dat gewoon doen. Even kijken, hoe treed je ook weer die shit? Hij treedt, maar voor mij treden we een maximaal aantal dingen hier zo. Oh, dan kunnen we nog meer shit verkopen. Beter. Nou, ik wil een bepaald aantal hebben, dus gewoon 100 ton laten we hier over. Want mochten we het nog nodig hebben, dan zou dat heel fijn kunnen zijn. Dus even kijken, een food is weer nog goed, een drink. Ja, oké, food moet kan wel weer aan voor mijn part. Produceren we ondertussen al pasta of niet? Ja, zo te zien wel, maar hoeveel? Dat is een andere vraag. Dus even kijken, waar is mijn opslag? Hier zo, mijn depot. Goed. Oh ja, we hebben al 24 ton daarvan. Mooi, dan gaan we dus eventjes pasta produceren voor onze eco-mensjes. Of pasta gesproken, dat ga ik vanavond trouwens ook eten. Leuk feitje. Doe ermee wat je wilt. Ik zei het gewoon. Hebben we ook nog die... Oh nee, dat is allemaal groente. Maar groente hadden we volgens mij al aardig wat van. Dus daar hoeven we niks meer van neer te zetten. We hebben hier even dus twee... Wat zijn het? Pasta fabrieken of zo? Pasta production, inderdaad. We hebben een tekort aan groente. Oh nee, daar hebben we meer dan genoeg van. Nice, daar kunnen we zeker mee verder. Dus even kijken. Jij gaat dus even die building modules en zo afleveren. Dan kunnen wij een onderzeeboot bouwen. Oké, dus als die klaar is, dan is de aflevering voorbij. Dan gaan we ondertussen nog gewoon eventjes wat huisjes hier neerzetten. Ik moest er nog 3 hebben en dan hadden we genoeg lab assistants, dus dat is mooi. Ik ging meteen weer een beetje kapot aan dat dit niet helemaal in blokken van 6 neergezet kan worden. Volgens mij hebben we nu gewoon te weinig. Ja, weer te weinig building modules. Maar had ik natuurlijk een commando ship weggestuurd om die shit op te halen. Dus hopelijk is hij zometeen weer terug.
Dat moeten we natuurlijk zelf allemaal bevelen. Hij is ondertussen daar wel, denk ik. Mijn commando ship. Ik heb gewoon twee commando ships staan. Wat de fuck doen deze hier? Oh, deze heeft gewoon nog allemaal stuff bij zich. Oh, dan kan dit heel mooi gaan afleveren. Dat is nice. Oké, okay, en jij? Hoe lang duurt het ondertussen voordat die onderzeeboot klaar is? Dat kan je niet echt zien. Dat is wel... Oh, nog een minuut. Oké, okay, dus wat kunnen we in een minuut nog doen? Ja, niet echt veel. Dan gaan we gewoon de volgende aflevering een marinebasis bouwen. Of een onderwaterbasis. Dan kunnen we daar beginnen met elektriciteitsproductie uit golven. En dat is goed voor milieu en zo, dus dat is fijn. Gaan die ondertussen alweer huisjes upgraden of niet? Nou, hun drink satisfaction gaat wel weer redelijk omhoog, dus dat is mooi. En bij deze mensen, die worden ook alweer aardig blij, behalve hun food natuurlijk. Want wat is dat nou weer? Luxury meal. Oké, en hoe gaan we daaraan voldoen? Tycoons, luxury meal, wat hebben we daarvoor nodig? Kreeft en truffels. My god, dat is aardig, aardig hoge eisen. Dat is een beetje, dat is heel erg high class wat ze dus willen. Ja, natuurlijk begrijpelijk. Ik bedoel, als het is natuurlijk heel luxe voedsel. Truffels zijn duur. En we hebben echt helemaal geen geld meer. Verdomme. Misschien moet ik wel even de belasting omhoog pleuren. Bij welke mensen ga ik dat doen? Bij deze gewoon. Nou, die hoeven niet per se te groeien voor mij. Ja, ja. Gaan we lekker de belastingcentjes betalen. Oké, daar worden ze niet zo blij van dat ik dat deed. Deze mensen gaan we even wat meer belastingcentjes betalen. Werkt dat al of werkt dat niet echt? Nee. We moeten gewoon even wat meer staal gaan verkopen. Dat zou best wel mooi zijn. Nice, hij is klaar. Floating cigar. Wat is dat nou weer? Build submarines. We hebben dus één submarine erbij gekregen. En dat is mooi, want dan kan ik de aflevering beëindigen. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken aan deze aflevering van Anno 2070. Laat een duimpje in de reactie achter en abonneer op Cowjuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie de volgende keer weer. Zeg daarom hier, blijf loeien mijn beste koetjes, blijf loeien.